jaar geleden maakten we kennis met de Mazda CX-5, een tot op de dag van vandaag erg succesvol model. Het was de auto die een nieuw tijdperk voor het merk aankondigde, met de combinatie van het aantrekkelijke Kodo-design, dierlijk design, Wulpse lijnen. Als de auto stilstaat moet hij nog steeds kracht en beweging uitstralen. Maar ook een auto die nieuwe technieken op de markt bracht. Motoren met een groot slagvolume bijvoorbeeld, waar andere automerken overstapten op kleine downsize motoren, hield Mazda vast aan motoren met een groot slagvolume. 2 liter bijvoorbeeld met 160 pk of meer. 4 cilinders ook. Skyactiv techniek werd breed uitgesmeerd over de auto, over de hele line-up. En dat hield ook onder andere in dat de auto bijvoorbeeld erg licht was te noemen. Zeker gezien de klasse waarin die opereert. Dit zorgde er onderaan de streep voor dat de auto bijvoorbeeld ook erg efficiënt omsprong met benzine. Ja, die CX-5, dat was echt een gamechanger voor het merk. Maar nu is er wederom een gamechanger in de Mazda showroom te vinden, althans in de zeer nabije toekomst. En vandaag maak ik daar voor de allereerste keer kennis mee. Welkom aan boord van een nieuw tijdperk van Mazda. Welkom aan boord van de Mazda CX-60. Met de CX-60 wil Mazda een plekje veroveren in de klasse van bijvoorbeeld de BMW X3, de Audi Q5, de Volvo XC60, maar ook zeker een auto als bijvoorbeeld de Alfa Romeo Stelvio. Denk ook aan een vrij recente nieuwkomer als de Lexus NX450H. Om dit te bereiken kondigt het merk een compleet nieuwe architectuur aan voor wat betreft de bouwwijze van de auto's. Wat deze architectuur voornamelijk inhoudt? Mildhybride techniek, plug-in hybride techniek, maar vooral een achterwiel aangedreven basis. Is dat alles? Nee, want er komen ook gloednieuwe benzine- en zelfs dieselmotoren. 6 cilinders met 3 liter inhoud voor de benzine en 3,3 liter inhoud voor de dieselmotor. Allemaal uitgerust met moderne Skyactiv-X techniek en dat moet zorgen dat die 6-cilinder motoren zeer zuinig omspringen met benzine en diesel. En sterker nog, Mazda spreekt er zelfs over dat de uitstoot niet hoger gaat zijn dan de huidige generatie 4-cilinders. Dat belooft wat. Wat echter is gebleven is het appetijtelijke design waarmee Mazda toch langzaamaan begint door te dringen in de premium klasse. De CX-60 is een verdraaid fraaie SUV geworden. Een auto die imponeert met krachtige, doch elegante lijnen en een design dat de achterwiel aangedreven basis onderstreept. Een lange neus, fikse overhang achter de achterste wielen, het zijn stuk voor stuk kenmerken die we ook terugzien bij concurrerende modellen. Wat opvalt is de hooggeplaatste grille die samen met de fraai gestileerde koplampen zorgt voor een imponerend front, evenals de nieuwe kleur Rhodium White. Net als Mazda's inmiddels beroemde Soul Crystal Red, een jasje dat het lijnenspel van de auto goed accentueert. Nagelang de uitvoering verandert overigens ook het uiterlijk van de CX-60. De instapper Primeline mogen we zien als de meest robuuste versie. Deze beschikt over 18 inch lichtmetalen wielen, een zwarte grille en een zwarte omlijsting rondom de ruiten. Grijze lichtmetalen wielen maken het stoere plaatje compleet, evenals de kunststof wielkastranden, bumperdelen en sideskirts. Daarboven vinden we de Exclusive Line, die we mogen zien als de iets chicere versie met onder andere een met pianolak afgewerkte grille en raamomlijsting, 20 inch lichtmetalen wielen en andere LED dakrijverlichting. Nog chiquer wordt het met de Takumi-uitvoering. Deze kenmerkt zich met een unieke voorbumper, in kleur van de carrosserie meegespoten bumperdelen, wielkastranden en ruitomlijsting en hoogglanszwarte 20 inch lichtmetalen wielen. Liever een wat sportievere CX-60, dan kan je kiezen voor de Homura-uitvoering. Deze heeft een sportief gestelde voorbumper, hoogglanszwarte details, zwarte buitenspiegels, uitlaatsierstukken en hoogglanszwarte 20 inch lichtmetalen wielen met een aerodynamisch design.
Maar met een goed en appetijtelijk uiterlijk, daar red je het niet alleen mee. Nee, om echt premium over te komen, dan dien je ook een mooi interieur te hebben. Nou, en dat is iets dat Mazda de laatste jaren erg goed kan. En zo ook dus bij de nieuwe CX-60. Stap je aan boord voor wat betreft de instap? Het is natuurlijk een SUV, dus je neemt wat hoger plaats achter het stuur. Zeker voor wat betreft die instap. Maar als je eenmaal zit, merk je wel dat dit echt een auto is die aan de sportieve kant van het spectrum zit. Je neemt namelijk vrij laag plaats in het interieur. Een uitgebreid verstelbaar stuurwiel, elektrisch in deze versie zelfs. Een uitgebreid verstelbare bestuurdersstoel, die dragen allemaal bij aan die sportieve, dynamische zithouding achter het stuur. Sterker nog, Mazda heeft daar heel veel werk van gemaakt, dat die zithouding op alle punten klopt. Niet zonder reden, want een goede verstelbaarheid van het stuurwiel en de stoel zorgt voor een hele goede zithouding achter het stuur, waardoor jij je als bestuurder één moet gaan voelen met die auto en zo optimaal kan communiceren met die auto. Een goede feedback uit het onderstel, een goede feedback uit het stuurwiel, dat zijn allemaal zaken die bijdragen aan een fijne rijbeleving. Om dit onder andere te bewerkstelligen, heeft Mazda nieuwe technieken toegepast in het interieur van die CX-60. Best wel mooie techniek zelfs, want de CX-60 is aan de hand van het invoeren van jouw lengte, je kan dus aangeven in de boordcomputer van de auto hoe lang je bent, in staat om een zo optimaal mogelijke zithouding te vinden achter het stuur. Het stuurwiel gaat elektrisch naar de beste positie, de spiegels, de radio en natuurlijk ook zeker de stoelverstelling. Of dit werkt? Nee. Nou is dit wel een pre-productie exemplaar, dus misschien houdt het een en ander met elkaar verband. Maar het zorgt er vooral voor dat ik een vrij liggende zithouding achter het stuur kreeg. En dat was verre van hoe ik graag achter het stuur zit. Ik zit graag wat rechterop en in zo'n sportievere auto, een sportiever ingestelde SUV is de CX-60, zit ik graag wat lager bijvoorbeeld. Dus de zitpositie, die laat nog wel wat te wensen over, maar goed, het is wel mooi dat die techniek is geïmplementeerd en dat het dus op den duur ook echt wel iets toe kan voegen. Want Mazda koppelt die automatische stoelinstelling ook aan gezichtsherkenning. Er zit hier een camera verwerkt in het multimedia navigatiesysteem en die ziet dus wie er plaatsneemt achter het stuur. Hij kan dus ook diverse bestuurders onthouden en zodra dus iemand achter het stuur plaatsneemt die al is gekoppeld met de auto, dan zal hij de climate control instellingen, de stoel, de stuurwiel instellingen, je favoriete radiostation, de buitenspiegels, alles zal hij naar wens in gaan stellen voor de bestuurder die heeft plaatsgenomen. Maar om weer even terug te gaan naar het begin, het interieur, ja, dat is wel weer gewoon echt om je vingers bij af te likken. Wat heeft Mazda mooi puikwerk geleverd met deze CX-60. Echt klasse. Er is over het algemeen gebruik gemaakt van prachtige materialen. Het is met heel veel aandacht en oog voor detail in elkaar gezet. En de afwerking staat wat mij betreft dan ook op een zeer hoog niveau. Dit doet echt niet onder voor andere auto's in deze klasse. Sterker nog, de BMW X3 kan jaloers zijn op het materiaalgebruik van deze Mazda. Mooie ledensoorten zijn toegepast, mooie kunststoffen en ook hele mooie stiknaden op de middentunnel. En we zien hier zelfs in deze auto een soort met chrome afwerking. Het ziet er allemaal heel erg mooi en verfijnd uit. Wat je daarnaast ook mag verwachten van een auto in deze prijsklasse, dit formaat en het segment waarin die opereert, goede, fijnzittende, goed ondersteunende stoelen. Die heeft de CX-60 dan ook. Deze laten vrij weinig te wensen over. Maar wat geldt voor het exterieur is ook van toepassing voor het interieur. Elke uitvoering is net even iets anders. Standaard is het interieur afgewerkt met stoffen bekleding, een lederen stuurwiel en we zien luxe als climate control met twee zones, navigatie, DAB tuner en cruise control. De exclusive line voegt zwart lederen bekleding toe aan de CX-60, evenals een met kunstleder bekleed dashboard, stoelverwarming, stoelkoeling en stuurwielverwarming. Vanaf de Takumi trim gaat alles op zijn kop met onder andere een met wit nappaleder bekleed interieur, sierpanelen met echt esdoornhout, hoogwaardig geweven textielafwerking en witte sfeerverlichting. Wat ook direct opvalt, als je eenmaal plaats hebt genomen achter het stuur, het is echt een auto die wel even een stukje forser is dan een CX-5. Het is met name ook een auto met een heel ander karakter. Je zit veel sportiever, je voelt je wat meer één worden met het interieur. En wat ook echt opvalt is dat bijvoorbeeld de bijrijder een stuk verder weg zit. Er is hier een hele brede middentunnel aanwezig. Je hebt lekker veel ruimte voor je ledematen. Dus ook de wat meer Europees gebouwde persoon kan prima zitten in het interieur van de CX-60.
Voor je neus tref je een volledig digitaal instrumentarium aan. Groot multimedia navigatiesysteem hier in het midden, bovenop het dashboard gesitueerd. Bedien je met de muisbediening die we van Mazda gewend zijn. Ja, en om daar wel even heel eerlijk te zijn, dit is niet even een nieuwe stap die het merk zet. Het is gewoon het welbekende systeem dat we al kennen uit andere moderne Mazda's. Werkt prima, vrij stabiel ook, is overzichtelijk. Al moet ik wel zeggen, het lettertype lijkt wel of een beetje het seniorenfond is geactiveerd. Het ziet er niet heel erg zo gelikt uit. Dit kan het bijvoorbeeld echt niet opnemen tegen het iDrive van BMW, dat toch echt wel een stukje geavanceerder is en ook zeker oogt. Maar goed, het voldoet en het is ook te koppelen aan een heel fraai klinkend Bose audiosysteem. Op de brede middentunnel zien we een joystick voor het bedienen van de automaatbak. Met daarvoor een rijmodi selector. Je kan kiezen uit verschillende rijmodi als sport, ik zal ze even allemaal opnoemen, normaal, EV als je de plug-in hybride versie hebt en zelfs een off-road modus. Ja, en voor de rest, het is een nieuwe generatie Mazda, maar voor de rest voelt alles wel heel erg vertrouwd aan. Het stuurwiel ook met de welbekende moderne Mazda schakelaars voor het bedienen van de cruise control. Het audio gedeelte, welbekende schakelaars achter het stuur. Het is allemaal weinig verrassend, maar wel heel verzorgd en degelijk. Optioneel is de auto leverbaar met een groot panoramisch schuifkantendak. Maar eerlijk is eerlijk, ik zal het eventjes demonstreren. Het schuifkantelgedeelte gaat niet al te ver open. Laten we zeggen dat er een ruimte ontstaat van een centimeter of 25. Dat laat eigenlijk best wel een beetje te wensen over. Daarnaast, boven de 70 km per uur, maakt het behoorlijk veel herrie. Goed om te weten, elke CX-60 is voorzien van navigatie, dit scherm en draadloos Apple CarPlay en Android Auto. Maar goed, hoe zit het met de ruimte op de achterbank? Is het een beetje een praktische auto, zo'n CX-60? Nou, hij krijgt meteen een paar goede punten, want het achterste portier kan 90 graden worden geopend. En dat is wel erg prettig, want dat verschaft je een hele fijne toegang tot het interieur hier. Ook fijn, de portier slaat om de dorpel heen, dus dat betekent dat je met jouw broekspijp de dorpel niet schoonveegt als je bijvoorbeeld een bospaardje hebt gepakt. Maar goed, laat ik eens even plaatsnemen achter mijzelf. Ik meet 1,84 meter, ik zit nu achter mijzelf en zoals je wellicht kan zien, de CX-60 is niet beduidend ruimer dan bijvoorbeeld een CX-5. Ik denk dat de ruimte gewoon vergelijkbaar is. Desalniettemin zit ik gewoon hartstikke goed. Ik kan mijn voeten ook lekker kwijt onder de stoel voor mij. En ik heb heel veel comfort, als bijvoorbeeld achterbankverwarming in 3 standen. Dat is altijd lastig, soms doe je 4 of 2, 3 standen. 2 USB-C aansluitpunten voor het opladen van smartphones of tablets. En zelfs een 220 aansluiting. Ik heb een portiervak voor het herbergen van een flesje drinken en ik heb ook een middenarmsteun met 2 bekerhouders. Maar het is een auto met een achterwiel aangedreven basis en dat betekent dat er ook een kardantunnel aanwezig is. Maar ik moet eerlijk zijn, Mazda heeft die verrassend laag weten te houden. Oké, ik heb niet zo superveel ruimte voor mijn voeten over als ik hier op de middelste zitplaats zit, maar er is waarschijnlijk wel mee te leven. Nemen we een kijkje in de kofferruimte, dan zien we daar een inhoud van 577 liter. Althans, als je de ruimte onder de vloer meerekent, want daar kan je volgens Mazda 100 liter extra bagage kwijt. Dat geldt dan wel voor de non-hybride variant en zonder het Bose soundsystem, want hier is toch echt een subwoofer gehuisvest en echt veel spullen daar opbergen is dus niet mogelijk. Er blijft dus 477 liter over en dat is conform het segment en vergelijkbaar met bijvoorbeeld een plug-in hybride X3. De ruimte is verder keurig afgewerkt, voorzien van een 12 volt aansluiting en in dit geval zelfs een 220 stekker. Vanuit hier kan je de achterbankleuning in de verhouding van 60-40 neerklappen en dan ontstaat er een maximale inhoud van 1600 liter en een nagenoeg vlakke laadvloer. Ja, en dan de techniek, want hij komt er dus met 6-cylindermotoren, benzine, diesel, mild hybride techniek standaard aangekoppeld. Maar de echt nieuwe stap die Mazda heeft gezet met deze CX-60, dat is toch wel het feit dat dit de allereerste Mazda is met plug-in hybride techniek. Jawel, een Mazda met een stekker en een benzinemotor. Die stap heeft het merk nog nooit gezet. De basis voor deze plug-in hybride aandrijflijn wordt gevormd door een 2,5 liter Skyactiv 4-cilinder benzinemotor. Deze bevindt zich in het voorronde van de auto onder die hele lange motorkap en ligt uiteraard in de lengte. Want het is een in basis achterwiel aangedreven auto, al heeft de plug-in hybride versie wel een extraatje, maar daar zal ik later even op terugkomen.
Hoe dan ook werkt die benzinemotor samen met een 175 pk sterke elektromotor. Best wel een krachtige unit. Het gecombineerde vermogen is echter minstens zo indrukwekkend. In totaal levert de CX-60 327 pk en 500 Nm koppel. Voldoende om de 0 tot 100 sprint in 5,8 seconden af te ronden en een topsnelheid van 200 km per uur. Maar het is een plug-in hybride en dat betekent dat de auto ook is voorzien van een accupakket. Dat accupakket is 17,8 kWh groot. En daarmee moet je volgens de WLTP-testmethode 63 km volledig elektrisch mee kunnen rijden. En het mooie is, je hebt dan gewoon 175 pk tot je beschikking. Dus die elektrische kilometers, dat is bepaald niet afzien. Daarnaast onderscheidt de plug-in hybride versie van de CX-60 zich met het feit dat de auto standaard wordt geleverd in combinatie met permanente vierwielaandrijving. En oh ja, om maar meteen met de deur in huis te vallen, hij mag maar liefst 2.500 kilo trekken. Kijk, dat zijn nog eens serieuze cijfers. Dit is nog eens een caravan trekker te noemen. Sterker nog, Mazda heeft er heel veel werk van gemaakt door het aanbrengen van extra technieken en extra koeling, zodat zelfs een helling van 12% met 2,5 ton aan de haak geen probleem mag vormen. Maar hoe worden die krachten overgebracht op alle vierde wielen? Nou, via een gloednieuwe automatische transmissie. Een achttrapsautomaat met een zogenaamde dubbele koppeling. Een nieuw stukje techniek van Mazda die voor zowel de plug-in hybride versie wordt gebruikt als voor de op handen zijnde zescilinder diesel of benzinemotor. Hoe dan ook bevinden de elektromotor en de benzinemotor zich voor de versnellingsbak. En dat betekent dat er altijd wordt geschakeld. Dus het is niet zo dat de elektromotor ook afzonderlijk zijn werk kan doen. Nee, ook de elektromotor gaat door alle 8 versnellingen heen. Op papier hele mooie en indrukwekkende cijfers. Maar hoe pakt het uit in de praktijk? Nou, de eerste kennismaking, ik hink een beetje op twee gedachten. Aan de ene kant is het een hele krachtige aandrijflijn. Echt bijzonder grote stappen worden er gezet als jij het vermogen van 327 pk aanspreekt. Hij gaat er vandoor als een malle. Ik heb de topsnelheid niet kunnen testen, maar ik kan mij zomaar voorstellen dat het voelt alsof je tegen een muur omhoog rijdt. Aan kracht dan ook absoluut geen gebrek. In volledig elektrische aandrijving ook niet, want ook dan is het echt wel een potente auto te noemen en je komt echt geen vermogen tekort. Enkel als je er vol voor gaat, dan zal de benzinemotor assisteren. Wel valt het op dat er wel wat geluiden hoorbaar zijn. Het is af en toe net op het moment dat jij gas geeft en extra vermogen vraagt, alsof de benzinemotor op een vrij conventionele wijze wordt gestart. Blijkt soms ook zo te zijn, want ondanks dat ik daar straks nog 10 km elektrische range over had, ik ben even gestopt, ben een tankstation in geweest, ik kom buiten, ik start de auto en ik hoor gewoon een conventionele startmotor zijn werk doen. Dat is iets dat ik normaal niet hoor bij een plug-in hybride auto. Assisteert de motor, wordt het volledige vermogenspotentieel aangesproken, dan gaat hij er vandoor, maar hij klinkt ook lekker sportief. Je hoort dan echt dat het een hele uitdagende aandrijflijn is met een bijpassend geluid. Sterker nog, het is af en toe net zelfs alsof er een supercharger schuilt onder die motorkap. Een heel leuk snerpend hoog geluidje. Hij gaat dan ook razendsnel door zijn versnellingen en sowieso kenmerkt die versnellingsbak zich wel als je eenmaal aan het rijden bent met een naadloze overgang van die versnellingen en het verdelen van het vermogen. Dat zit wel snor. Wat echter wel wat minder snor lijkt te zitten gedurende deze eerste kennismaking, met een kleine disclaimer dat dit een pre-productieauto is, dat is toch wel de speling in de aandrijflijn, want die is wel echt heel erg te noemen. Het is natuurlijk een unit die van voor tot achter uit één stuk bestaat. En dat betekent dat we een lengte geplaatste motor hebben. De transmissie zit daaraan vast. De elektromotor zit daarin verwerkt. Maar je voelt echt dat het geheel nogal bewegelijk is. Het vermogen gaat echt continu door die auto heen. Van voor naar achteren met de nodige bewegingen tot gevolg. Verwacht hier bijvoorbeeld echt niet eenzelfde mate van verfijning en souplesse als bijvoorbeeld een Toyota hybride. Maar goed, het is misschien wel een karakter dat heel erg goed past bij het onderstel van de CX-60, want hij is dus gebouwd op een compleet nieuw platform met, jawel, wederom een achterwiel aangedreven basis. Het
het design communiceert wederom met de techniek. En die auto, ja, die is dan ook gebouwd om te sturen. Een Mazda moet rijplezier geven. Neem bijvoorbeeld een MX-5, een achterwiel aangedreven Mazda, al 30 jaar volgens mij. Dus het merk heeft ook echt wel een naam hoog te houden op dat vlak. Ja, en dat is dan ook echt wel te merken hoor. Die CX-60, dat is echt een fantastische machine om mee te rijden. Ik betrapte mijzelf erop dat ik hier rondom Cascais, Estoril in Portugal continu de stuurmanswegen aan het opzoeken was. Ik wilde sturen met die CX-60. Dat is waar die toe uitnodigt. Dat is wat die uitademt continu. Elke meter die je ermee rijdt. De mooie neutrale stuurinstallatie bijvoorbeeld. Waarmee die heel mooi is te plaatsen. Ietsje minder direct dan je in eerste instantie zou verwachten. Maar het went uiteindelijk wel. Waarschijnlijk ook omdat je voornamelijk voorwielen aangedreven Mazda's bent gewend. Maar uiteindelijk komt echt die sportieve inborst nadrukkelijk naar boven. Double wishbone ophanging aan de voorkant. Onafhankelijke wielophanging achter. Ja, Mazda heeft zijn huiswerk heel goed gedaan en dat is absoluut te merken. Hij is mooi te plaatsen, je kan hem heel precies een bocht insturen en je weet dan ook exact wat er gebeurt. Het merk heeft daarnaast heel veel werk gemaakt van een zo optimaal mogelijk laag zwaartepunt door heel veel techniek in de bodem van de auto te stoppen. Is ze vrij goed gelukt, maar ik moet wel zeggen, als ze dat echt goed was gelukt, dan had de auto ook wel een tandje comfortabeler kunnen zijn. Want we hebben uiteindelijk nog steeds een 4-cilindermotor met 2,5 liter inhoud die vrij hoog in de neus ligt. Hij ligt in de lengte, hij staat gewoon rechtop en je voelt dan ook dat die motor af en toe een beetje kantelt. Dus, jawel, de CX-60 heeft een voor zijn segment laag zwaartepunt, maar vergeleken met nieuwe technieken als een volledig elektrische auto, ja, dat is toch wel echt de heilige graal, als ik het zo mag noemen. Want jawel, het is echt iets om rekening mee te houden. Besef je dat als je kiest voor zo'n CX-60, dat je dan ook echt wel kiest voor een heel dynamisch ingestelde auto, ten alle tijden. Het is een auto die echt wel eventjes een stukje straffer is afgeveerd dan bijvoorbeeld een Mazda CX-5. Dat is echt een veel comfortabelere auto. De CX-60 is vrij stug op korte oneffenheden. Een drempel, ja, dan ook dan heeft hij een vrij korte veerweg, om het zo maar even te omschrijven. En het is dan ook echt een auto die eerder doet denken aan een Alfa Romeo Stelvio dan bijvoorbeeld een Volvo XC60 of een BMW X3. En dat terwijl een BMW X3 ook niet bepaald een flauwe jongen is om te rijden. De CX-60 is echter echt een tandje steviger te noemen. Ook heeft hij vrij veel last van zijwaartse bewegingen. Het is echt een hele bewegelijke carrosserie. En dat terwijl Mazda er toch alles aan heeft gedaan om die carrosserie ten alle tijde mooi vlak te houden. Maar het is net alsof je af en toe met de achteras door spoorvorming rijdt. Hij volgt heel erg het wegdek. En dat kan je dan bestempelen als dynamisch en communicerend. Maar ik ervaar het vooral een beetje als vervelend. Het is niet nodig namelijk. Het wegdek kopiëren, dat wil hij toch echt wel. Ja, en wat wel echt gaaf is en blijft aan Mazda-technici, zeker ook als je naar ze luistert, zijn gepassioneerde lui met passie voor techniek. Dat zijn die kleine details die ze op zo'n auto monteren, voor zo'n auto ontwerpen, om hem zo goed mogelijk te laten rijden. Zo is deze CX-60 bijvoorbeeld voorzien van Kinematic Posture Control. En dat is techniek die ervoor zorgt dat het achterwiel, het binnenste achterwiel, op het moment dat je hard een bocht induikt, bijvoorbeeld heel lichtjes wordt afgeremd. Zonder dat je er echt in de gaten hebt, toch? Maar het is net voldoende om ervoor te zorgen dat een opwaartse beweging van de carrosserie, als jij een bocht naar rechts neemt, dan zal de rechter achterkant van een auto omhoog komen. Maar door het afremmen van dat rechter achterwiel op dat moment wordt de carrosserie als het ware weer naar beneden getrokken. En die techniek moet ervoor zorgen dat de auto heel agiel aanvoelt op dat moment. Het is techniek dat we al kennen van de voorwiel aangedreven Mazda's, maar ze passen het dus nu ook toe op de achterwiel aangedreven varianten. Ja, de Mazda CX-60 is absoluut een aanwinst voor het segment. Het merk zet overduidelijk een nieuwe stap richting de premiumklasse. Het design sluit hierbij aan, ook voor wat betreft het interieur en de afwerking. Als het gaat om de plug-in hybride techniek, de potentie en het ongekend hoge trekgewicht van 2,5 ton, zet het merk zelfs de nieuwe maatstaf. Oké, er is her en der nog zeker wat fine-tuning nodig en er mag wel wat meer rust worden gevonden in het onderstel, maar zodra je de prijslijst erbij pakt, is hem dat eigenlijk al vergeven. Voor net iets meer dan 50.000 euro staat er namelijk een hele dikke auto op je oprit en voor 55.000 euro heb je zelfs de topuitvoering te pakken.
De concurrentie is al snel 20.000 euro of meer duurder en dat inclusief alle veiligheidstechnieken en zelfs deels autonome technologie. De CX-60 is gewoonweg een koopje. Er is dan ook echt een nieuw tijdperk aangebroken voor het merk. Een tijdperk waarin het merk zich overduidelijk nog meer gaat focussen op de rijkwaliteiten in combinatie met een achterwiel aangedreven basis. Maar dan wel in combinatie met vooruitstrevende en dus deels elektrische aandrijflijnen. Sterker nog, er zitten zelfs batterij-elektrische Mazda's in het vat. Kom maar op, zou ik dan ook zeggen. Vond jij deze eerste kennismaking met de Mazda CX-60 leuk en interessant? Dan zeg je, ik wil meer van Insta Autovlog zien. Volg mij dan 24/7 via Instagram, Facebook en Twitter. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit YouTube-kanaal. Ik ben Erwin Verstegen en ik zie jullie graag in de volgende video. Doei!